iedereen, welkom bij een nieuwe stream. Ik ben niet zeker of mijn kwaliteit heel goed is, want ik denk de eerste keer, nee, de tweede keer ik stream en de eerste keer was ik niet eens van bewust. Ik speel nu op datablock.com, keihardelijke server. Je kunt hier gewinnen. Ik heb mijn eigen town, Palermo. Dus ja. Maar die dieren zijn vrij zeldzaam, deze server kan ik niet waarom. Ja. Deze schat. Ik weet niet, ik heb het zo gekregen. Deze kuthuis ook. Ik heb dat gewoon geclaimd. Dus ik probeer het hier wat mooier te maken. Dus ik probeer dat zand en zo weg te krijgen. Ik heb tenminste wat kan navigeren wanneer ik wil. Wat vind jij van deze server? Zit hier Gano, zit hier missies, wacht, slash en spawn. Japan. Ah, het is niet het dorp. Ik was mijn zand verkopen, wacht, eerst even. Voilà, heb ik ook wat doeken erbij. Komt hier nog steeds zand of niet? Ik ben niet zeker. Dan keer mij nog wel dat zand redelijk ging. Ah, hier. 10 cent each, dat is wel een goede prijs. Ah, een euro. Hoe doen we maar 9 cent? Vertel me, wat is er mis? Oh. Oh, de owner is broke. Hallo. Smart to bring so the brightest out of the brothers. You know shopping at Japan is kidding. Eigenlijk kan ik al een villager kopen, dat vraag ik me echt af. Oh, maak je nog geen. Je wel geen name tags als Kaihu. Anders wordt hij misschien niet despawned worden door Pieter. Wel kost er eentje. 2200 slash bal. Ik heb 3000. Zou ik er eentje kopen? Stuur maar via WhatsApp. Zou ik een villager kopen? Maar ik moet die ook nog gaan curen. Dat is wel een probleem, maar... Zou ik het doen of niet? Bon. Terwijl ik niet gewacht heb op de antwoord, ga ik wat voor doen. Ja, ik weet niet, ik zit hier echt zo verdwaald. Ik heb deze dorp gezet hier. Want ik maar ik slash deze. Ik was gewoon ergens in een dorp, gewoon ergens op deze aarde. En ineens krijg ik gewoon een bericht van wie wilt er een dorp. En ik schrijf oké, krijg dit. Gewoon, hoe moet ik het zeggen? Een krater gewoon. Met een redelijke spawn. Ik heb twee mensen. Ik had. Oké. Okay. Ik had twee mensen. Die guy daar is los. Nu is weg. Heel pijnlijk. Maar ineens. Want wat was het nou weer? Dus ik zeg dus. Ik dacht van. Wauw, je shit loot dan. Oh gewoon dat ik een shit ton of loot. Want. Al die kisten zitten echt stamvol. Ik dacht van mij. Maar, dan kwam ik geen van nemen, ik was nieuwsgierig. Nog meer. Meer loot. En niet wel slecht. Ik bedoel, ik heb hier al 3 sets vol dia weggehaald. Oh, zie je nog. Kogels. Ja, ik kan hier nog even laten steken hier. Mensen komen gewoon een nieuwe opslag, ik kan dat gewoon hier allemaal laten steken. Blowing Kevin. Kevin. Kevin.
Zou Armantium kools kloppen? Slash en spawn ARO Mantium. Koop jullie zand. Zeker goed. Selling to my villager wordt. Dat ga je hier weer kopen, als ik me niet vergis. Want hier heb ik hier zelfs nog eentje wacht. Ik ga eens vergelijken hoor. In Japan gaan die villagers voor 200 en in Willemana Reach gaan die voor 300. Nee, laat maar. Je hebt wel een schuil koper. Dus ja, fuck it. Ik kan die losse zombie villager kopen. Ik ben broke as fuck, maar why not? Ik kon die nemen in de chest steken voor alle veiligheid. Ik niet die kwijt geraak. Hoppakee. Ik steek een scavenger name tag erbij. Ik kan die nu nog niet plaatsen, want ik heb nog geen trade-ruimte. Ik heb nog niet eens pakt een farm om iets mee te doen. Om die villagers nuttig te maken. En ik zou graag een tweede hebben dat ik die kan farmen. Ah, die noemt speepiek. Dat wist ik niet eens. What the fuck, man. Ik deed zo slap. We hebben gewoon aan het rond wandelen. We zijn, ah, het is terug open. Dat is goed om te weten. Ja. Wacht, misschien echt gewoon rechtdoor. Kijk, het ook beter gaat. Zo. Waarom ik deze doe, want ik heb kans dat ik al deze kwijtraak, maar why the fuck not? Ik heb een canoe en ik weet ook hoe ik hem moet gebruiken, ik heb kools genoeg. En die krijgt hem ook een canoe en die heeft zeker kools genoeg, want dat is fucking Japan, de rijkste chappies van de hele wereld. Nee, deze toch. En dat voordat ik het vergeet, slash map. Oké, Saf, waar zit ik? Ah, shit, dat is Japan, dat is onzichtbaar op de map. Ah, nee, dat is waar. Ik ben ondergronds, dat kun je niet op de map zien. Als ik me niet vergis. Deze claim is wel typisch groot, zeg. Oké, weet je wat, fuck it. Zoals je net ziet hier, Pita. Dat kan dus zeg maar gewoon als er te veel dieren op één plek zijn. En dat kan soms echt gewoon pijn juist zijn. Dan haal die dus niet weg. En dat kan met alles zijn en de mensen zijn bijvoorbeeld zo misschien geen dure filter hebt. Dan kunnen die alleen zeggen van nee, ik heb geen goesting, weg. Ah, zie maar met nu op de kaart. Ben ik überhaupt zichtbaar? Nope, ik ben niet zichtbaar op de kaart. Wel. Aha, dus deze hier is Japan. Dat is goed om te weten. Fuck sakes. Hier is iemand. Ja, het was gezellig, maar ik ga terug naar huis. Doei.
Mutant Fern. Want die zijn skin ik niet veel goed in, daar is even met hem al. Zou ik eigenlijk gaan doen? Zou ik met Pumpkin Farm gaan werken voor geld te verdienen? Dan zou ik misschien wat missions afwerken, want daar verdien je ook typisch veel geld aan. Of zou ik gewoon eerst hier alles wegminen? Om dan vervolgens zeg maar wat ruimte te hebben. Ik heb wel zeker ruimte genoeg, want dan ga je iemand door tot dan. Zou ik maar in de distance wat verder is. Precies niet veel verschil. Alleen maar, dat, precies het gevoel dat mijn FPS. Is gewoon een muis, nee. Een FPS is wel een drop, dat wil ik niet. Echt. Oh. Met video settings. Ik kan dat terug pakt op 24 zetten. 24, dat is beter. Hoeveel FPS heb ik nu? Ja, terug richting de 300, dat is beter. Ook om zo te weten, de, zeg maar, PlayStation een gemiddelde FPS, dus frames per seconde, dat is 60 en ik zit zo, nee, maar 200 FPS. Als je mensen op, oeh, restomachine, ja, dat is goed. En ik zit dan zo te zoeken aan de shovels, godver, nee. Water. Over water gesproken. Ik kan even wat lekker drinken. By the way, moet je de server willen joinen? Ik zal even IP tonen. Edit play.datablog.com. Helaas niet crossplay. Ik vind het nog wat kenkers buiten, want anders kan ik met mijn vrienden spelen. Dus eens. En dan gaan we eens kijken hier wat bone meal op smaakt. Oh, ben die is dan nog nodig. Schmik. 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 Oh. Dat is een grote jongen, hè? Ik ben zo ongeduldig, maar ik heb gewoon geen zin meer om te wachten. Die staan hier al gisteren, deze pand. Waarom ben ik het scheef? Gewoon. Besef, ik heb deze gisteren geplant. Er zijn nog steeds van die instructies die gewoon niet zijn gegroeid. Gewoon niet zoals deze. Het is nog gewoon seeds. Gewoon. Natuurlijk moet je tijd geven, maar jongens, soms zijn er tijd nog niet geen wat ik heb. Ik heb pompoenen nodig voor het doen. Ik bedoel, ik zeg eens even die shovel gaan enchanten. Centro Cherio. Nou, wat de fuck dat ook betekent, want ik zeg gewoon. Center. Puntje, puntje, puntje. Een breaking efficiency. Heb ik echt niet 30 levels? Godverdikke. Ik heb zelfs niet 30 levels, man shit. Oh, een deagle, neem ik even mee. Waarom zijn deze mensen zoveel scharen? Is dat psychopaten of zo? Waarom zou je zoveel scharen? Oeh. Oeh.
Ik weet maar nog waar die loadstone kompas had gegeven. Ik had in mijn kistje. Lamp zoals die heel wel fijn. Dan wacht ik kan ook wel slash MSG spatie L. Nope, die is niet online. Maar de MSG is gewoon zo secret message. Ja. Met een privébericht schrijven kan nog beter ook, dacht ik. Ja, dat is. Of slash V werkt ook. Ja, beter heb ik niet zeker, want ik dacht wel dat de owner dat kon lezen. Waarschijnlijk niet, maar. Nee, de owner kon dat niet lezen, want ik herinner me nog dat op mijn Mindtopia een keer haar thema werd gebruikt, dat slash misschien. Uit in mijn dorp. En die is niet meer online gekomen. Oh ja, die is pas gisteren, dus het is nog misschien dat hij in een andere tijdzone leeft. Toch. Ik heb niet een geweer gegeven, ik voel me een beetje ongemakkelijk, want het enige wat hij heeft gedaan is heeft een kist neergeplaatst. Geweer hier in Praag is ingelicht. Kijk hoe. Ik kan niks stelen, want dat is met om te doen. What the fuck? Hoe komt deze gast aan lava? Oké. Okay. Maar ik kan dus niet stelen, want dat is Schmidt. Nation is een land. Ik ben de enige online van mijn land. Gezellig. Palermo, hello. What? Ooh. How much? Who will give me frame? Slash in Venezuela. Nee, dat doe ik niet. Ik heb geen idee om dood te gaan of om u af te maken. Eigenlijk wel, maar. Als ik dit doe. Ah, reloaden. Ik heb ontdekt dat ik moet reloaden. I don't like the. Zo ga ik maken nog.
Maar het werkt, X-ray. Ik kan dat niet doen, maar zou het werken? Nee, ik had het niet eens proberen, ik had het niet eens doen. Ik ben al te lang op deze server om het nog te riskeren. Pfff, ga verveeld zien. Ik wou eens proberen wat mensen erin te krijgen. Lunar. Castanio. GG. Vantik. Gewoon. Ach, for fuck's sake. Do you want to join a town? Nou, gewoon had jij Vantik. V. Vantik. Hoppakee. Do you want to join a town? Twee ellebogen kraakte gewoon zo. Oh fuck man. Een bomp aan het worden. Torches. Nee. Torches. Ripley. Say Koro. What the fuck's Koro? Hopelijk antwoordt hij, want niet zeker. Ja, weet je wel, ik kan wat plots voor sale zetten. Thank you.
gekeken, hebben we een van mijn eerste mobcrunches op deze stream gemaakt. Het bleek dat hier niet zou werken, want mobspawns zijn hier verminderd. Je hebt hier wel een excavator level 100. Jee. Weet je iets anders? Niet. Je hebt hier. Veel beter. Ik heb dat gelijk dat het hier ziet, dus. Ga ik eens kijken hoe. Would I take police seriously? Ik zou het wel doen, maar zo moet ik. Ik hoe groot is zo'n plot van deze? 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16 op 16. Nou, dus eigenlijk ja, 8. 1, 2, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oké. Slice. Plot. For sale. Voilà. Nee, dit is niet voor sale, dit is voor sale. Toch? We kunnen die chat even wat chillen. As you know, the towns can have multiple T-spawns. The higher tier they are, slash headbounds number. Ah. Oké, okay, voilà, dit stel ik altijd op voor niks, maar. Dat is het ding juist, als je mensen hebt die betalen niet graag in hun eigen land, lijkt me zo'n beetje logisch. What the fuck, zit hier een boom in de grond? Oh, oké, okay. Gewoon niet aan het boeien. Ik denk dat ik even op de server ga. Welke server zou ik eens op gaan? Zou ik op hype gaan? Of jump prison? Ah.
hopen dat hij op tijd antwoordt, anders denk ik gewoon gepoept. Wat zou ik deze keer doen? Ik heb vertrouwen dat ik niet verdwaald ga geraken. Ik heb er vertrouwen in, dus deze was niet de ingang. Fuck. Dat was daar, toch? Ja, hier is de ingang. Alleen wat deed ging ik neer. Gewoon zo aan de buitenkantjes blijven, dat is van de altijd de buitenkant. Oh, lag. Hoe heb ik het niet eens gesprongen? Wow, hoe heb ik niet eens gesprongen, man? Hoe is dit? Spring? Spring crunch? Ja, zo moet dat. Hup. Ik ga 100% verdwalen. Ik voel het al aankomen, maar het kan mij niet boeien. Oh, daar is de ingang of wat? Nee, dat is de uitgang. Dat is de fucking uitgang. Oh, maar is de ingang. Parcours challenge. Waar sta je op dat murder mystery? Warlord. Free for all, survive with kids, be the first player. Ik heb het nog niet gespeeld, zo ver mij herinner. Hopelijk is leuk. Team is not allowed. Kill effect. Kid selector. Knight. Wooden sword. Random. Rambo. Rambo. Stick no armor. Oh, deze. Oh, fuck, ik ben gepoept. Ja, ik zak hierin. Oké, okay, gewoon één kiesje pakken gewoon, en dan los stukje. Eén kiesje pakken. Effect. Eventueel knock-out.
dus niet. Ah, dat heb ik al geselecteerd. Bro, waarom zijn we zo fucking ver van dat zie. Perfect. Ja, hankjes. Dat is zeker niet wat er niet is. Misschien mensen te steken. Oh, een gift. Een cadeautje. Wat lief. Just strength. Kraakt al gewoon aan strength. Please dat er een deftig zwaard erin. Nee, niemand. Oké. Okay. Wat is dit? Hoe is dit? Slither helmet? Nee, ik kan er geen tonen. Sterren opgenomen, hij is dood zijn doorgegaan, maar hoe zielig is dat? Waarom de fuck heb je een stok willen? Je kunt de map kapot maken. Ah, zo werkt hij. Craften. Aha, een X, perfect. En een pijl en boog. Dan krijg ik zo. Wrijft er nog iets goed in.
dat doe ik heel goed. Ik kan even pissen. Ik ben zo terug. But in 2007, the tank was found in the Baltic Sea. The crew's belongings were inside the tank. And what happened to the crew is also unexplained. In 2011, sonar equipment found something strange. Hallo. Ik ben terug. Hopelijk ben ik niet als een autist. Waarschijnlijk wel. Welcome, Crate. Survival games. Ja, oké, eens kijken hoe ze motken. Nee, shop. Aha. Basic kit, blitz, stars, kill effect. Zie ik eigenlijk al best beginnen met kits. Great, wow. Fisherman, dan krijg je een sharpness 2 vissing, oh serieus. Dat is oké. Zo, hoeveel coins heb ik gebruikt? 300. Zo, ik stik ze hierin. Confirm. Ook al staat 400 natuurlijk. Oh, een trampoline. Ik had ook. Poing, 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 poing. Pixel Blitz Survival Games. Oh. Dit lijkt me toch wel toch zo de oude Hyperscape games. Dat lijkt me toch wel zo de OG-dingetjes. Hoe start je überhaupt? Ah, zo. Solo. Zeg, dit is oprecht leuk. Nee, toch? Ja, nee, toch. Ik heb het kill of ja, gain speed voor de hulp ook. Resistance, gain regen, dat is wel handig. Flaming arrows, level up. Spawn a zombie that helps you to defeat your enemies. Ik denk die regeneration bij kills heel handig is. Maar als je zo net in een gevecht zag, is dat dan half dood en ineens zo poink, regeneration erop. Voor 8 seconden dan ook nog, dat is niet van, oh ja, ik laat een beetje, dat is keigoed. Teaming is nog wel aan het doen, soul maps, oh, no shit. Zal het gebeuren? Ongetwijfeld. Doe ik het? Nope. Ik ben niet gay. Oké, okay, ik hou die links om. Ik hou de bovenste kist. Fuck it. Ik
Sexy pants. Het is echt een wittige team, ofzo. Maar wat moet er voor een vriendje achter? Hoe kwam ze er überhaupt uit gekregen uit dat vorige potje? We zijn überhaupt opgeleerd de namen zo dus ongekend gemaakt, zeg maar. Hoe zou je dat ding nog weten? Ik weet dat niet. Waarschijnlijk niet, want aan de fuck zou die weer deze spelen. Het wordt niet Bitwars en Skyblock. Stop, hou op, ik vind het niet meer leuk. Shit. Kut kind, kappies. Ah, hier is nog iemand. Maar zo kun je toch ook niet spelen als je van het begin al wordt opgejaagd door iemand. Maar je denkt van, ah, ik slaag die of je zet die weg. Nee. Blijkt die zwaar te hebben. Is dat gewoon een dom joch dat met het achtervolgen? Strontkind. Let's go.
Ik heb hier op zich de beste kans om direct bij de kist te halen, maar... Oh, die komt voor mij. Ja, ik denk niet dat die weakness potion veel gaat uithalen. Die weakness potion haalde dus niks uit. Ze hebben nog geen reason, ze hebben niet gewoon strength hier. Dat zou heel slim zijn. Steve aanpak je. Doom Rider Dork, man. Ik kan zeggen dat het een homo is. Zeg. Oh, zie je dat is mijn enige 3 kills hierin zijn door in mijn eerste potje, maar dat eerste potje in kei vlot ineens niks meer. Het geluk had ik toen ook wel dat ik toen zo zwart had. Op mijn gsm werkt niet mee. Welkom tot mijn YouTube kanaal. Ah, voilà. Ik heb dat alweer gehad, precies nog niet. Oh, dat komt nog wel. Ik zal ooit beroemd worden. Dat zweer ik. Als ik ooit beroemd ga worden met deze upload schedule, ga ik nooit beroemd worden. Ja, ja, ja. Snel leveling reward. Zo dicht en weer. Nee, dat was niet zo. Lobby selector. Ah, my profile. En dat je dacht ik deze hier. Ja. I can do this yet. Oké, oké, oké. Je kunt klein natuurlijk worden.
Dit is gewoon droog. Ranger's boots. Nou, pumpkins worden het dus. Is dat misschien wel beter dan... Ja, ik heb een X. Zou ik het dan hier doen? Ik zou wel graag dat hier kunnen vormen, want ik... Dat kost 17k. Oeh, nee, dank u. Ah, wel. Zou deze wel doen, want ik moet hier. Dat kost mij dus eentje. Nu. Geeft weed, dat mag ik toch. Farming weed. Maar geeft een large anomaly. Tight hay bale recipe. Wat doet hij brood? Oké, ik kan een zak hebben. Wat krijg ik er wat uit? Farming de farming talisman, dat is niet slecht. Oh, dat is ook nog echt typisch goede koop. Farming island. Enchanted hay bale. Oké. X farming armor full set increases speed while warned near farming minions or in the farm barn mushroom and desert plus 15 speed dominant defense eigenlijk is
spel nog zo gezien. Ja, dan heb ik al compleet. Double Tall Grass. Deadpool. Oké, dit is echt alleen maar decoratie. Ja. En Leather, wat geeft mij dat? Cowboys. Milk Bucket. Enchanted Raw Beef. Waarom zou ik dat nog geven? Medium Bag. Hey, Bag, which can be placed in stars. Dat is goed! Van het leer, een zadel. Pet item can be used various pets who only hold one at a time, so choose wisely. Increases horse speed by 50 and jump. Horse speed. Bruh. Ah, zo werkt dat. Stel niks dat ik geen bloed hoor. Ik heb al een melon minio. Enchanted melon blok. Ik ga een bloed, dan heb je dit echt twee keer niks. Mushrooms. Mushroom hell. Och, wat is dit? Night affinity grants the winner permanent night vision. Oh, Night Vision Charm. Die heb ik nog niet heb. Enchanted Brown Mushroom Block. Mysterious Pets. What the fuck, even een lelijke drocht. Op zich, pets zijn wel handig, want die kan ik verkopen achteraf. Sugarcane. Speed Talisman, daar is goed. Enchanted Sugar. Speed Ring. Enchanted Bookshelf. Dat is kijken. Random book consume. Enchanted Dragane. Speed. Oh my god. Waarom ben ik zo blij hierom? Dat geeft u fucking speed. Oké, dus we hebben de al de sugarcane's die we goed dus. Dit helmet, rebound, ja. Resistance, desert island. Ja, nee. Piercing, thorns, enchanted cactus. Travel to Mushroom Island. Oh, dat valt nog mee. Enchant cookie. Brewing ingredients. Adrenaline potion. Grants absorption. Okay, potatoes. Hot potato book, wat doet hij wel? Combine het book with an anvil with a weapon or armor piece to gain a small but permanent stat boost. Kijk, potatoes, dat is wel goed. Dat is echt wel goed, denk ik, precies. Ah, dan dat ding beter ook, ja. Dragon Tracer. Arrows, home towards dragon if they are within 8 blocks. Zoals keren dingen zo groot. Agility potion, super enchanted egg, wat is dit? Ik zou wel fucking gewoon even van pompoen en dan over sugarcane, is dat niet? I don't give a damn! Hij heeft nu een denkje en ik zie zo. Fuck.
Something went wrong if this no escape. Help. Welkom bij een nieuwe video. Is er ooit iets gebeurd? Nee, er is niks gebeurd. Dan kan ik het toch beneden eens aan deze merchant verkopen. Oeps, oké, beginnen we. Deze is misschien een pumpje op mijn kop zitten. What the fuck, een sniperscope. Echt. Ik zei dat die politie is, ik ga lachen. Ik dacht dat hij ook al echt zoiets was van, ah ja, dat zal enkel door die server gebruikt worden. Nope. Oh, dan noem ik een sniperscope, bitch. Ryu, handen omhoog, ik zie de kool tussen die neus van u. Dus ja. Dat board gamer. Okay. Die zijn vies wel nieuwe mensen. Oh ja, toch. Oh joh, die is eens. Kom hier. Sta hier. From my. From fire in the sky. Dat werkt dan. Oké, zo. Het is niet. Pech. Brrrr. Wat dan? Hoezo kijk ik mij naar hoe het is? Dat is hier eigenlijk alles. Hey, weg. Dan moet je weer een hekbelum op voor mijn opportunity. Thank you.
dat via OBS naar YouTube gedaan. Ze hebben het via YouTube naar OBS. Niks in steken, dat is kei dom. Wij zijn achterlijk. En wij zijn geen compactor in aluminium steken. Een auto smelt, maar ja. Al goed dat dat er nog in zit. Geen compactor. Poeder verwacht jij ook, maar ik man. Hey, vorm. Is jij zo is op zijn domme kop gevallen? En dat is dat niet. Ja, maar die is op. Een bronzen heeft meer dan 4000. Ik heb er maar geweest. Nog geen honderd? Juist maar 100? Ah, global win, no one cares. Huh? Farming is over. Huh?
Je scoort 178. Zie mij de hub to claim your reward. Zof. Waar is het onze Jacob? Dat is goed hier bij de farm. Ik hoorde hij zo echt praten. Hey. Dat wordt mooi, dat is gewoon bekeken. Explorer, goh, we hebben nog steeds één plek niet gedaan. Jacob. Wat is dit? Claim your reward. Hoi. Ticket. Oké, you already claimed this reward. Ik kreeg een Jacobs ticket. Hoi, tof. Wat kan ik ermee, Jacob? Kun je maar deze? Spreng Jacobs ticket. Om die gaan we af hier. Jacob zijn ticketjes, alles keihoe zo binnen. Every punk on your break, you make a wish to. Oh nee, kut. Serieus? Plaats dirt. Fuck, jongen. Goed, dan hebben we een zinnetje ding. Ik kan gewoon mijn arm op aan het opwarmen. Ik laat mijn arm op de slagpronk op die muis. Waarom? Waar komt mij dit? Ik heb nog de vorm, maar ik heb nog een staf ervoor. Een PC, PC, top video, een chance to get around. Your mom. Nou, ik ga terug naar de wc. Dollar. Hello, I'm back. Surprise, motherfucker. Ik kan dat hier ook droppen. Ik bedoel, 18k coins, zou daar armer van worden? Nee. Ik mag ook wel iets hebben, weet je wel. Als we het nodig hebben, doen we dat toch zo, dus. Mocht het.
mijn minions wat leeg halen. Ik zou misschien eens even terug inloggen op mijn Lunar client. Dat zou misschien ook slim zijn. Moet ik wel op 1.8 gaan, maar ik nou het niet focus niet in. Momenteel speel ik op de normale Minecraft launcher. Is soms wel eens keer. Ah, nou kun je ook wel fixen op compactors. Die zijn zeer belangrijk en die hebben wij gewoon niet, want wij zijn Mongolen. Kom, welke maloot. Maar krijg je sowieso één compactor, dus ik kom echt even wat er met die is gebeurd. Maar in elk geval, ik ga even zien. Recipe box farming. Ik wil graag een pumpkin minium. Pumpkin minium. Level 1. Ah, ik heb er 100. Oh, ik zal die wel levelen. Dat kost een hoe. Van het hout zien. Hup. Hup, hup. Een keer maar gewoon dat ik zoiets keek gehad van, ik kan iets aan de hoe maken, dus deze hier. En net zo, tja. Ik was dus zo bezig. Ik zo, ja, sticks en dat en zo. Tja. Hé. En ik heb echt alle recipes uitgeprobeerd en net zo, shit, en die hebben die dat salt samen gemaakt aan de hoe. En ineens besef ik gewoon dat ik zo moet doen. Dat was echt een van de droogste dingen in mijn leven. Cobblestone, pumpkin en ik heb hout nodig. We hebben vooral 1, 2, 3, 4, 5. Dat is eigenlijk gewoon. Oké, ja, ik zal wel zien. Dus ik heb wel van deze nodig. Heb ik nog een restaurant? Ja, zeker. Hebben we er nog in liggen? Nee. We hebben een minimum ervoor, is waar. Hopelijk kan ik dat me echt niet gewoon zitten beklagen de rest van de tijd. Want 1, 2, 3. Goed, dan zetten we die minimum in. Wat? Hoeveel ruimte moet ik hebben voor de volgende minimum upgrade? Wat uber, wat is er? Lang tijd nog zeggen, ja, misschien gaan we nog wel lang in die zin. Klik hier to check your minimum progress. Crafted minimums, ja, maar ik wil ze niet. What the fuck is hardstone? Bon. I just want that. I really just want that. Oh, well,
het is niet eens de eerste minimum dat we hebben aan de kant moeten leggen. Ijskopen verkopen en bazaar ijskopen. Misschien dat kan ik ook met z'n inventory. Dan gaan we coin flippen. Hè. Ik heb wel coins ervoor nodig eerst. Code master. Is überhaupt. Pardon. Hoe is zelfs 30 gedurd? Weet je, de gast staat niet. Als je gewoon. Hoe je dit überhaupt? Dan nou ding. Als je gewoon dit doet. En je hebt al die seeds. Dan moet je gewoon naar hier gaan. En druk je op trades. En dan kun je hier doen. Zie. Van boven zijn deze mensen autistisch. God. Hello, wanna have some fun? Slash, is it? Met je X minions, betting minions and betting for coins. Nah. Oh, tjewel. Is het goed? Ja. Oeh, deze man heeft nog een mooie hand ook. Hi.
$4.0. Bro, I have so much cash. 4.0. I do. Well done. Welcome. Ooh, this is not best mooi. Zoals die man gepakt, kun je dat niet echt beklimmen. Alhoewel. Ik hoor graag weer toe dat het buitenkant van zijn eiland er hier uitziet. Ah! Wat? Kom, je neemt zeven, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pik. Kom. Doei. Doei. We gaan zien dat ze sterven. Mie. Goed, nou. Dus heeft er vier langs elke kant hier. Is hier inderdaad nog? Oh. Warning elevator. Nah. Let's go up the stairs actually. Oh shit. Deze man heeft een serieuze sugarcane voor hem. Daar zou ik ook wel eens voor moeten gaan fixen. Misschien komt nog die staf wel eens van pas. Hij kost dan mijn geld. Spidey sense door. You have arrived floor 2. Oké, okay, wat is de trap? Kijk hier. Hey Filipje. Waarom is Jerry in je gevangenschap? Ah. Jerry Life Matter. Wat is dat? Als een kous een keer. Ik hoor jou niet op stream. Serieus? Heel slecht. Ik ga dat sowieso even testen zo. Ik zet mijn volume op max, oh god. Ik ga even gewoon mijn YouTube hier even aanzetten. Ik heb 40 aan, want mijn wifi thuis is sukt. Bro. Weet je wat? We gaan je YouTube kijken op het stream. Dus eens kijken. Hoe klik ik? YouTube kijken op het stream. Dus eens kijken. Wat? Hoe zielig is dat? Waarom de fuck is dat ook willen? Je kunt hem afkapot maken. Ah, zo rukt hij even de kraft. Aha, een X. Perfect. 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 Ja, sorry. Ik weet niet hoe dat mijn OBS kan aanpassen.
Anders zou ik met de volgende stream dat proberen fixen, maar nu heb ik echt gewoon geen zin om nog te gaan cancelen en alles. Ik ben er toch al zo lang erin. Dus ja. I've won 1 mil and 1 coin. Ah, nice. Congrats, man. More bets. $4. Oh my god, dat meent hij ook gewoon. Coin transaction 4. Huh? 4 coin. Oh, die meent Oh, fuck. Sorry. Sorry, wrong button. Wat doet deze guy? Sorry. Vier. Stop drunk. I have $4 cash. Sorry. Thanks. I have money now. Come on. Yeah. Ah, yeah, come. 50. Don't bet 2. What the fuck? Tier 2 minimum, serieus? Is deze hier? Make a line, I've soft. La lok. Wat is deze? Yourself. Oof. I
huh? Why is he the skim? Dat zegt hij ook gewoon. So, if you bet $4, I won't have it. Ja, why is that? Ik heb u fucking 50k gegeven. Bolle homo. Kut kind. Weet je wel, fuck, ik heb verloren. Zo, hier. Wees blij met je 50k, ik heb een kankerpissie gemokt. Kan je nu zetel zitten? Oh, dat ga ik niet eens. Geweldig. Tyfus. Bro, I'm not rich. Ja, well, fuck off. You're een CD. Bon. Was eigenlijk geen vetten en dat is coin floppen. Floppen. Floppen, my god. Flippen. Daar is het. Zo, was dat 200 euro? Flip ik het al goed gaan. Deze doe ik zo. Dat was al 800 euro. Ik pak jou iets. Gewoon uit het algemeen kopen. Maxim breaks. Variety. Ah, hier heb ik de classic dingetjes. Pak jou iets. Ik had even een coin zo. No prob. No problemo, amigo. Ik heb hem wel.
die bazaar agent, die doet ook echt hetzelfde als die andere. Hoop ik. En dan zou ik nu wel heel wat geld kwijt zijn. Dat zou best kut zijn. Ik ga mijn hartje toe scheuren. Oh, wacht. Ik heb nu 3k. Ah, ik heb mijn ijzer ook gekocht. Nou, dat ging wel snel, omdat ik zie weer nog even terug om voor gewoon normale ijzer te maxen. Adventurer. Pff, wat is dat voor scherer, man? Ik herinner me nog van een YouTube video dat die mushrooms kocht, dus 12 coins hier. Dus farming. En mushrooms. Sell price. Een euroverschil is niet echt waard. Ja, ik weet dat bank zitten met die 23k. Zijn we bekend 3 mil? Zo goed, wacht. Ik kan eens kijken op auction of pin. Dat er misschien nog dingen zijn, noemt je het. Compactors. Waar kun je die maken? Mining is wel optisch pakken beter als gewoon. Collection mining. Coolstone. Supercompactor 3000. Ik heb meer as well as automatically turn materials into that minimum product into a enchanted form. There will be. Kijk. Dat is geweldig. Hoe duur is dat? Kankerduur natuurlijk. Wacht, dat was toch het laatste ding dat de cobblestone had. Oh. Nee, niet farming. Cobblestone. Deze ring, hyperdinges. Ah, wacht, ik kan al een compactor maken gewoon. Als pak je goedkoper. Okay. Met de guitar material en de producten blok voor hem. Oké. Nog maar even wat redstone gaan minen. Ik had even een storage erop toch? Jazeker. En pak ik ook even een zwaarde. Eeuwen deels of zo. Zo, dat hier zo. Oh, is wel fuck it. Is wel cool. Wacht, heb ik een gapping hook? Ah, dat is een prismarine rot. Skuur. Ik heb ook wel echt mijn geluk aan, helemaal lopen zodat er ook een portaal voor staan.
Veel slimmer, dat is echt geweldig slim. Even heel gewoon. Even gewoon heel. Kijk eens eens hier craften. Ik nog niet de angel.
nog zo'n mini. Kwaliteit. Reached new or milestones or a wild rocket design to befriend you. Hebben we nog steeds niet die steen? What the fuck? Oh, kon een wilde steen. Zo'n steen, wilde steen. Capstock. Zou het nu weten? Ik denk. Ja. Ik heb de klassische keuze gehouden. Ik doe het tegen de beweging. Ik heb de beweging. Ja, zo. Ja, hoi. Dat is iets dat ik doe.
Dat is standaard. Maar ik wil dat gewoon draaien. Ja. Voilà. Dat is goed. Deze dan voor vandaag. Ik ga mijn stream afsluiten. Hoop dat jullie het leuk vonden, maar mij niet te erg was. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer.